Van Spijbroek, Pieter van Spijbroek, daar ook over de kassei geleid. Mag ook, de spoorweg gaat dicht. In het midden van het peloton. Oh la 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 la. Die mannen moeten in principe stoppen. Kom jongens, levensgevaarlijk, stop. De Maar moet stoppen, hè. Ze moeten stoppen, hè. Renaat. Ja, ze stoppen niet. Ik denk dat zeker driekwart van het peloton is doorgereden. Er zijn er nog altijd die overrijden. En dan staat er een klein pakketje daar misbaar te maken. Ja, geen idee wat ze met deze situatie zullen doen. Vlakbij de Pont Gibus. Eens kijken wie er allemaal bij staan. Of zich iemand heeft laten verrassen. Maar ja, mannen toch. Dat is toch wel gevaarlijk geweest. Elmiger staat er tussen. De Zwitserse kampioen. Een aantal renners die zeggen geen probleem. Het is Guy Dobbelaar die uit de wagen is gekropen. De Belgische wedstrijdcommissaris. En hij zegt ja, ik ga barrage maken. En ik ga die terugbrengen naar het peloton. Ik zie daar ook Nicolas Maas daartussen staan van Etix Quickstep. Andere renners komen intussen aansluiten. De slagbomen zijn open. En nu gaan ze richting Pont Gibus. En kan de koers voor die jongens hervatten. Ja, kijk dames en heren. Al wat nu nog gebeurt. Van zodra dat signaal begint te bellen. Van zodra dat die slagbomen neergaan. Is een renner verplicht te stoppen. Dus die zijn allemaal in fout. Ja, Thijs Benoot zal ook voor de spoorweg slagboom hebben gestaan. Dus als ze barrage gaan...